Welkom bij Tilburg University Sportcenter. Wij zijn een sportcentrum voor de medewerkers en studenten van Tilburg University, Fontys Hogescholen en Avans Hogeschool. We hebben zo'n 7000 leden en die doen aan 50 verschillende sporten. Wij zijn een sportcentrum voor en door studenten. We werken dan ook veel en goed samen met de 22 studenten sportverenigingen en Sportraad Vost. Daarnaast ontvangen we ook veel steun van het CVB van de universiteit. Het college van bestuur hecht heel veel waarde aan topsport in Tilburg, topsport en breedtesport. Maar we hebben in beide veel geïnvesteerd. De buitensportaccommodatie is daarvan een heel mooi voorbeeld. En dat is tot stand gekomen nadat we Olympiagebouw hebben gerenoveerd. En toen wilden we graag Merlijn, onze voetballers, dichter bij huis hebben. En daarvoor hebben we deze accommodatie ook ingericht. Dus daar zijn we als college van bestuur heel trots op. Want wij denken dat het heel belangrijk is om een gezonde geest in een gezond lichaam te hebben. Als VOS vertegenwoordigen wij de studenten sportverenigingen en ongebonden sporters. Wij overleggen regelmatig met de professionals van het sportcentrum en zo ontwikkelen we het sportcentrum samen verder. Net na de renovatie van Olympia kwamen tennisvereniging Lacoste en hockeyvereniging Shot bij ons op bezoek met het verhaal dat de volgende stap in de ontwikkeling van het sportcentrum een sportkantine op de buitenaccommodatie moest zijn. Dit zodat het sociale aspect van sport daar beter tot zijn recht kan komen en zijn tegenstanders op een goede wijze kunnen ontvangen. Toen bleek dat vooral vereniging Merlijn ook terug wilde komen naar het sportcentrum, hebben wij contact gezocht met de studentenfractie SAM om dit onder de aandacht te brengen. SAM besloot zich hiervoor hard te maken in de universiteitsraad. Als college van bestuur hechten wij veel waarde aan student centricity. Wij vinden het belangrijk dat we de verzoeken van de studenten serieus nemen. En toen fractie SAM met het idee kwam om een kantine te bouwen op de buitensportaccommodatie, hebben we dat meteen serieus bekeken. Na goed overleg hebben we besloten dat ook te gaan bouwen. Het project is een beetje uit de hand gelopen, want het is veel mooier en veel duurder en veel groter geworden dan we ooit hadden gedacht. Maar daar zijn we heel blij mee. In de tussentijd hebben we als sportcentrum niet stilgezeten en zijn we met het Theresia Lyceum plannen gaan maken om een voetbalveld te realiseren op een oude sportterrein. Tijdens dit proces ontvingen we het bericht dat er nog een middelbare school op dit sportterrein gebouwd moest worden. Toen College Jozef Mavo verhuisde van de stad naar de Sportweg. Het maakt het allemaal wat complexer, maar hebben het gelukkig erg goed samengewerkt. Als Theresia hadden wij hierachter al jarenlang een grasveld, dat was ons sportveld, een knollenveld met heel veel mollen. En toen de universiteit kwam met de vraag om daar een kunstgrasvoetbalveld gezamenlijk aan te mogen leggen, hebben we daar meteen ja op gezegd. In een mooi gezamenlijk proces hebben we bedacht om de verharding om het veld, om daar een atletiekbaantje van te maken. Er bleef nog een strook over voor een kunstgrasveld, een hockeyveld, waar ook gevolleyd en gebast kan worden en waar sprintbanen op zitten en waar een verspringbak is. En die verspringbak, dat is zand en dat is de enige plek waar de mollen nog naar boven kunnen komen. Dus iedereen is er heel blij mee, behalve de mol. Op de Jozef Mavo zoeken wij graag verbinding met onze buren. En we zijn er heel blij om dat wij de voetballers van de universiteit de gelegenheid geven om gebruik te maken van het sportveld. En dan kunnen ze gelijktijdig gebruik maken van onze kleedlokalen en een materialenberging. In ruil voor die samenwerking mogen onze leerlingen weer gebruik maken van de buitenaccommodaties van de universiteit. En dat is heel mooi, omdat we voorheen op de Oude Dijk en de binnenstad geen buitenaccommodatie kenden. Het mooie van de realisatie van dit project is de multifunctionaliteit. Als manager sport, verantwoordelijk voor het sportprogramma, word ik natuurlijk erg blij van het nieuwe voetbalveld. En het gedeelte wat daarnaast ligt, waar verspringen, hardlopen en andere technische nummers van de atletiek gerealiseerd kunnen worden. Ten tijde van de aanleg van het voetbalveld was er veel discussie over de invul van kunstgrasvoetbalvelden. We hebben daarbij het zekere voor het onzekere genomen en gekozen voor een TPE-invul, dus een schone rubber variant. Daarnaast hebben we gekozen voor LED-verlichting om ook een steentje bij te dragen aan de duurzaamheidsambities van de universiteit. Wij als studentenkorfbal Melmac zijn misschien niet de grootste, maar wel de gezelligste. En we hopen deze gezelligheid mee te brengen naar de buitenaccommodatie. Deze kantine ligt natuurlijk op een fantastische plek. Je kunt vanuit alle hoeken kun je de velden overzien waar straks de toernooien plaatsvinden. Vroeger lagen hier de beachvolleybalvelden en op deze locatie is deze nieuwe kantine gerealiseerd. De beachvolleybalvelden zijn naar de overkant van de weg verplaatst. Het is nog best een uitdagende klus geweest om dit eigenlijk in de zomervakantie helemaal klaar te krijgen, zodat we nu, als het nieuwe seizoen gaat beginnen, hier met z'n allen weer kunnen gaan trainen. En een biertje drinken.
We zijn eerst aan de gang gegaan met de beachaccommodatie. Ook hier was samenwerking weer het sleutelwoord tot succes. In dit geval wisten we de handen ineen te slaan met Avans Hogeschool, die ons toestemming heeft gegeven voor de realisatie van de beachaccommodatie op hun terrein. Als Camelot zijn we heel blij met de nieuwe buitenaccommodatie, met het nieuwe veld wat hier ligt. Waar we eerst een beetje verstopt zaten achter de kantine, hebben we nu echt ons eigen plekje. Waar we ook veel meer te zien zijn voor sport in Tilburg. Waar we heel blij mee zijn en zo hopen we ook in de zomer weer een succesvol seizoen te kunnen draaien. Zoals je ziet hebben we door de verplaatsing van het veld ook de toegangsweg opnieuw moeten aanleggen. En hebben we daardoor ook nieuwe plekken kunnen creëren voor de fietsenstallingen. We hebben ook een beheerderswerkplek gecreëerd waardoor er altijd iemand aanwezig is die onze klanten hier buiten kan helpen. Wij van GPD zijn hartstikke blij dat we nu 4 beachvolleybalvelden hebben waar we kunnen volleyballen tijdens de zomer. Helemaal super! Als Shot zijn wij de afgelopen jaren erg gegroeid. We hebben 13 teams en wel meer dan 300 leden. De sfeer bij Shot is altijd goed en met de komst van het nieuwe clubhuis is dit alleen maar beter geworden. Welkom bij het nieuwe voetbalveld van Berlijn. We zijn hier erg blij mee dat we weer dicht bij de universiteit zijn gekomen. En we zijn ook erg blij met de nieuwe kantine waar we samen met de andere sportverenigingen zullen zitten. De banen hebben er altijd zo bij gelegen als dat ze er nu bij liggen. De setting was helaas een beetje uitgestorven. En met de komst van de nieuwe buitenaccommodatie is de gezelligheid en de sfeer meer dan verdubbeld. Dames en heren, welkom bij Olympia Sportsbar. Het is een prachtig clubhuis geworden zoals jullie kunnen zien. Het nieuwe thuis voor alle sporters. En wij gaan ervoor zorgen voor een hapje, voor een drankje en uiteraard voor een feestje. Zoals jullie hebben gezien is het erg mooi geworden. En we willen onze accommodatie dan ook bij deze officieel gaan openen. Let goed op, want het gaat erg snel. Maar daarna is het tijd om te proosten. Deze klagen wij de buitensportaccommodatie van het Tilburg University Sportcenter voor geopend.